wedstrijd, man. Ik hoop dat hij ons vaker samen in een basis zet. Hoorde je die journalist die vroeg aan de coach of hij in onze koningskoppel zat? Dat kwam door die 1-2 van mij, door die assist van mij natuurlijk. Die rechtsachter van hem. Die probeerde me steeds onder de grond te schoffelen. 3 of 4 keer. En die scheidt. Die had stront in zijn ogen. Maar ik had een mooi tuk de laatste keer. 2 keer door zijn poortje, toen die loopt. Ah, de coach sprong van de bank en dat doet hij anders nooit. Ik gaf hem natuurlijk wel precies in je voeten. Hé, hey, en die linksback die was nergens, man. Ik liep hem er elke keer uit. Die had zijn tong op zijn schoenen hangen op zijn laatste. Eerste keer dat ik man op de match ben. Mooi even niet te laat. Kan zijn, maar dan dus wel na mij. Volgende keer pof ik hem erin. Mag jij je dienstbaan maken? Ja, ik heb het niet. Heb je een man? Als ik mijn amulet draag. De coach zegt er niks meer van. Die heb ik ook mooi in mijn zak. Hé, hey, koning Drimpel, hou je even in. Je haalt me de woorden uit de mond, Mo. Alles. Vergis ik me of begin jij een attitude probleempje te krijgen? Ja, maar kom. Er is maar 1 die de zutjes uit deed hier, jongen. Ja, coach. Timoor, was er 1 aan het boekje. Lekker stief balletje. Maar je bent er nog lang niet, jongen. Je was vandaag erg verliefd op je baan, niet? En die omhaal, die is nog nergens op. Die landen in de hamburgers. En dat erbij Mo helemaal klein stond in de 16. Jij hebt een neus voor die goal, jongen. Daar niet van. Maar je bent niet alleen in het veld. Hè? Maar gefeliciteerd. En ik hoor je vandaag wel op vrede, jongen. Als je volgende keer nog even wat harder aantrekt. Ja, coach. Oh, en coach. Kan ik nou met kerst naar huis? Hé, hey, verdien je dat? Mijn moeder. Het gaat niet zo goed met haar. Zorg dat je bij de eerste training weer staat. En geen geluk van het vliegtuig gaat vertragen. Je bent er, of je zit voor de rest van het seizoen op de bank bij het tweede. Ja. Woehoe! Is er iets met je moeder? Nee, ik moet toch wat zeggen? Als je niet voor jezelf opkomt, nou, dat zei je zelf. Nee, hoe tof eigenlijk. Krijg de vliegende tyfus. Tering, vliegende tering is er. Wat jij wil! Misschien naar het eerste. En ik krijg verlof in de winterstop. Maar de ster die thuis op het buurtveldje heerste, daar lijk ik steeds minder op. Weer een pegel van Ajax tussen de paden. Maar dat telt pas als ik het langzaam overtel. Hoe kun je zo in de wereld verdwalen? Wie woont er eigenlijk in mij?